Een belangrijk hulpmiddel bij fotografie om het onderwerp goed onder de aandacht van de kijker te brengen is slim gebruik van scherptediepte. Scherptediepte wil eigenlijk zeggen de hoeveelheid scherpte die je in je onderwerp hebt. Normaal stel je eigenlijk scherp op een vlak en daarvoor en daarachter kun je nog een gedeelte scherp krijgen. Hier ga ik laten zien dat je een onderwerp van voor tot achter scherp kunt krijgen. Bij het verhaal over scherptediepte is het belangrijk dat je van tevoren bepaalt welke diafragma-opening je kiest. Nou, een diafragma-opening bestaat eigenlijk uit lamellen die zitten in je objectief. Dat kan een grote opening zijn, maar je kan die opening ook kleiner maken. Nou, dan fotografeer je eigenlijk door een kleine opening. Zodra je door een kleine opening fotografeert, krijg je veel meer scherptediepte. Dat wil zeggen dat je achtergrond en je voorgrond dat die ook scherp worden. Dus je hoofdonderwerp wordt scherp, maar ook je voorgrond en je achtergrond. Ga ik nou een grote diafragma-opening nemen, en dat kun je vertalen naar een getal van 2,8 of 4, dan krijg ik veel minder scherptediepte. En dan wordt mijn achtergrond onscherp en mijn voorgrond ook. En dan kan ik dus mijn hoofdonderwerp isoleren van de rest van mijn onderwerp. Om nog wat beter te laten zien hoe scherptediepte werkt, ga ik hier een voorbeeld laten zien. Ik ga een foto maken van dit bord, ingang Nemo. En ik neem die vlaggen die je daar op de achtergrond ziet mee in de foto. Ik ga de foto één keer maken op diafragma 2,8 en één keer op diafragma 22. Zodat je het verschil ziet tussen beide foto's. En ik stel scherp in beide gevallen op het bordje ingang. De eerste foto maak ik op diafragma 22. De tweede foto die ga ik maken op diafragma 2,8. Moet ik natuurlijk wel zorgen dat mijn sluitertijd aangepast wordt. Dus ik ga weer even opnieuw licht meten. En ik zoek weer de goede sluitertijd bij diafragma 2,8. En in dit geval zie je dat het woordje ingang dat scherp is en dat de vlaggen onscherp worden. Bij de foto die ik net heb gemaakt van dit bord zag je dat ik heel dicht op dit bord ging staan. Ik ging er heel dichtbij staan. Dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk veel minder scherptediepte overhoud. Als ik nu een paar stapjes naar achteren doe en ik maak weer een foto van die trappen hier, dan zul je merken dat ik zelfs met diafragma 2,8 veel meer scherptediepte overhoud. Het leuke is dat ik met dit effect ook weer kan spelen en dat een groothoek objectief van zichzelf eigenlijk veel meer scherptediepte heeft. En als ik kies voor een teleobjectief, dan kies ik eigenlijk voor veel minder scherptediepte. En dat zijn hele leuke elementen om mee te spelen in je fotografie. Ik heb nu net een foto gemaakt met mijn zoomobjectief. Die staat op 200 mm ingezoomd. Ik heb deze foto gemaakt met diafragma 2,8. Dat is dus een grote diafragma opening. En je zult zien dat ik dan heel weinig scherptediepte heb. Nu ga ik dezelfde foto maken met diafragma 22. Moet ik natuurlijk mijn sluitertijd ook aanpassen. Ik stel weer scherp op het wiel voor me. En je zult nu zien dat ik wel wat meer scherptediepte krijg, maar dat de vlaggen nog steeds niet haarscherp zijn. Is het oké if I take a picture of the three of you? Oh, oké, okay, sure. Yeah? It's no problem? Oké. Okay. 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 Yeah, he's in the center. Yeah. Center, okay. Yes. Come a little bit close. It's okay. Yeah. It's okay. One more, please. Sure. Wat ik nu net hier deed met het wiel, zeg maar op diafragma 2,8, dat ik hem isoleer van de achtergrond, dat kun je natuurlijk ook heel goed doen als je een model gaat fotograferen. Als je een portret wil maken, je maakt dat met een telelens. En een grote diafragma-opening, dan isoleer je je model eigenlijk van de achtergrond. En dan heb je geen last meer van allerlei storende details. Dus daar is het ook heel goed geschikt voor. Oké, thank you. Als fotograaf weet je nooit wat je onderweg tegenkomt. En het is ook leuk als je dan kunt anticiperen. Thank you. Op wat er om je heen gebeurt en gewoon spontane momenten weet vast te leggen. Tip 2. Maak gebruik van je scherptediepte en kies deze bewust. Gebruik je veel scherptediepte, dan zal je foto veel informatie bevatten,
Hierdoor wordt hij soms rommelig en wat druk. Kies je voor weinig scherptediepte, dan leg jij het accent op wat jij belangrijk vindt in je foto. En daarmee creëer je meer rust in je beeld.